Hola, dag allemaal. Het is vandaag goed proeven in Mexico stad. Een Aztekenstadion baat in een aangenaam zonnetje. En ze gaan zo meteen aftrappen. En mijn collega Jeroen Guter en ikzelf, Siert de Vos, wij hebben plaatsgenomen achter onze microfoons. En hier hebben we werkelijk een schitterend uitzicht op het veld. Dit moet een geweldige wedstrijd worden, Jeroen. Nou, als ik trainer was, dan zou ik het wel weten, hoor. Ik zou zoveel mogelijk spelers een kans geven vandaag. Dit is de opstelling waarmee de coach gaat beginnen. Ze beginnen in een traditionele 4-4-2. Ja, Jeroen, zijn dat gewoon 4 verdedigers, 4 middenvelders, 2 aanvallers? Nou, het hangt er een beetje vanaf hoe het staat, hè. We kennen de speelstijl van dit team maar al te goed. De tegenstander vroeg onder druk zetten. En daar wachten ze dus niet mee tot de bal dicht bij het eigen doel komt. Nee, het gebeurt juist over het hele veld. De aanvallers gaan al storen bij de opbouw van de tegenstander. Om goed te kunnen spelen hier in het Aztekenstadion, moet je eerst een beetje wennen aan de hoge ligging hier. In Mexico stad, de ijle lucht. Ja, zeker. Het is een mooi stadion, hè? Een van de grootste ter wereld. Er passen hier bijna 100.000 mensen op de tribunes. Dat geeft een unieke sfeer, hoor. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Nasser Chatli. Martin de Roon. Richting het doel van de tegenstander. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Hocus pocus, wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. Veel ruimte op de flank. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Nog steeds in een gevaarlijke positie. Nee, dat feest gaat niet door. De grensrechter vlag voor buitenspel. Kantje boord. Ja, het was maar net buitenspel. Hij stond wel in positie om te scoren. Hier nog steeds Guidetti. Hiermee moet je uitkijken. Schneiderlin. Jonathan Schmid. Martin de Roon. Wow. Ik word er een kop. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. Adam Smith. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. John Guidetti. Ratatatatatatata. Die gaat er uitstekend in. Die lijkt er toch in te zitten. Ja, maar buitenspel. Dat is ook het oordeel van de assistent scheidsrechter. Dit doelpunt gaat dus niet door. Nou, misschien wordt het in een herhaling duidelijk. Even kijken nog een keer. Ja, het is wel een gedurfde beslissing van de grensrechter, maar het lijkt me toch terecht dat die goal wordt afgekeurd. Hier nog steeds Guidetti. Zo, wat een reactie van die doelman. Hoekschop wordt voorgegeven. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Voorgegeven in het midden. Nou, uiteindelijk levert dat dus niets op, helaas. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Gabbiadini. Stevig getackeld, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een
prima beslissing. Tikkie hier, tikkie daar, tikkie overal. Ze spelen hun tegenstanders helemaal suf met al die passes. Mogelijkheden voor een counter. En de snelle uitbraak wordt voortijdig afgebroken. En weer balbezit na die sterke actie. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Toch de schietkans. Ze scoren het eerste doelpunt van dit duel. Dit is nog eens omschakelen. Het is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Daardoor staan ze met z'n tweeën tegenover de keeper. En dan wordt het wel heel makkelijk om de bal in het doel te deponeren. De score is geopend. Het is 1-0. Gabbiadini. Martin de Roon. Hughes. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Zo, wat een poeier zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Radjecki stopt deze inzet. Adam Smith. Jurgen Locadia. De bal is voor hem. Gabbiadini. Schneiderlin. Ja, je hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Doelpunt, ze zijn weer in evenwicht. Indrukwekkend hoor, wat een heerlijke trap. Zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Nog eens herhaald vanuit een andere positie. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. John Guidetti. Hier nog steeds Guidetti. Een kans om te scoren. Voor open doel. Schitterende kopbal. Doelpunt. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kunstje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied en kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Schneiderlin. Gabbiadini. Dat staan ze uitstekend over te spelen, zeg. Ja, dat is natuurlijk een overtreding. Dat ziet mijn moeder ook. Dit zou wel eens zijn laatste waarschuwing kunnen zijn.
Nog één zo'n overtreding en hij krijgt een kaart. Ja, hier komt hij goed mee weg nog. Dan mag hij niet over mopperen. De verdediging werkt die bal goed weg. Angelino. Kunnen ze profiteren van deze pass? De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè, want we mogen natuurlijk een spectaculaire redding van het doelman. De bal komt voor het doel. Nee, die komt niet aan. Slechte corner, zeg. Kunnen ze dit snel uitspelen? Moet je nou zien, waar is die doelman? Hier volgt een politiebericht. De politie is op zoek naar een doelman. Ja, hopla, doelpunt! Ik heb echt geen idee wat ze er achterin allemaal aan het doen zijn. Moet je kijken, het doel helemaal open. Ja, daar weet die speler wel raad mee. En we hebben nu een stand van 3-1. Vandaag komen ze een passes goed aan. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. En dat is een mooie sliding van die speler. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Angelino. Gaat dit wat worden? De Roon heeft hem. Ah, met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Jurgen Locadia. Er ligt een counter op de loer. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Fenomenale, razendsnelle uitbraak. En wat een geweldige afronding. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg, hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Dribbelt verder richting doel. Gabbiadini. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Komt er het doelpunt aan? Alsnog een gevaarlijk moment. Bal gered. Spel loopt verder. En die gaat over de doellijn. Ja, het ingrijpen van de doelman is wel schrijnend, hè? Nee, die maakt hier geen goede beurt. Dit mag hem nooit overkomen. De bal zo tegenhouden en hem dan weer terug in het veld laten komen. Ja, dan kun je erop rekenen dat het fout gaat. De score is 5-1. En we trappen weer af. Sterke actie, goed breed gemaakt. Daar had hij voor kunnen fluiten. Ah, heel goed. Hij geeft hier voordeel. De scheidsrechter fluit natuurlijk voor die actie. Chatli. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Nu snel eruit komen. De bal gaat richting Guidetti.
Sterke actie van de doelman. De scheidsrechter geeft ze een corner. Bal naar het midden. Opnieuw een hoekschop. Jurgen Lokalia laat vandaag weer eens zijn kwaliteiten zien. Hij is echt heel belangrijk voorin. Wat een indrukwekkende wedstrijd speelt deze aanvaller. Maar hij blijft maar doorgaan. Hè? Hij blijft maar het doel van de tegenstander bestoken. In deze vorm is hij dodelijk. En dat is Lucas Radetzky. En hij heeft de bal. Daar staat iemand bij de tweede paal. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Via het hoofd gaat de bal over de zijlijn. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Het spel gaat verder naar die redding. Dat is het fluitsignaal voor de rust. Het scorebord geeft aan dat het al 5-1 is. Ik kan alleen maar zeggen dat hij buitengewoon goed heeft gespeeld in de eerste helft. Ja, hij heeft er nu al 2 in liggen en hij zal waarschijnlijk nu op jacht gaan naar een hattrick. Een prima wedstrijd van hem, hè? En een lekkere voorsprong. We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Balbezit verloren. Ja, dat is buitenspel. Pablo Fornals. Een kans om te scoren. En hij voorkomt dat doelpunt. Ja, normaal is dit gewoon een treffer. Zo 1-1 voor de keeper. Hoekschop in het centrum geplaatst. Dat was de kans op de hattrick. Ja, bijna 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Dat kan niet altijd raak zijn natuurlijk. Schneiderlin, Martin de Roon, Gabbiadini. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Nog steeds gevaarlijk. Wat een geweldige bal. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Zo hoor je te verdedigen. Goed gedaan. Wat een gekkenhuis. Deze doelman is nu wel heel ver van zijn domein. Komt steeds iets verder. Hij gaat het proberen. Wat een mooi doelpunt. Nou, ze dachten er niet aan hem te dekken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit hadden zien aankomen. En nog eens, vanuit dit standpunt.
Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Radjecki stopt deze inzet. En gassen langs de zijlijn. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Martin de Roon nu. Met die actie komt hij weer in balbezit. Kunnen ze dit snel uitspelen? Had iets kunnen worden deze counter, maar ze stranden. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Komt er een doelpunt aan? Voorzet en veel ruimte nu. Hij speelt hem naar de flank. Bal wordt teruggelegd. Jurgen Locadia. En we wisselen weer van balbezit. De scheidsrechter fluit natuurlijk voor die actie. Onder druk gezet over de lijn. Kijk maar eens hoe slecht hij de bal neemt. Kijk, hij fluit niet voor die tackle. Nee, hij geeft voordeel. En nu snel schakelen voor de counter. Ja, die is raak. En daarmee zijn ze er goed dichterbij gekomen. Ja, goed zie het. Ze staan nog steeds een heel eind achter. Maar elke goal zijn. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ze gaan een andere speler proberen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Jurgen Locadia. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En dan de afronding, hè. Geweldig gedaan. Een doelpunt van grote schoonheid. Hij houdt even in
De keeper komt naar voren en vervolgens lepelt hij de bal zo over hem heen. Formidabel. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Stevige tackle, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een prima beslissing. Als zo'n sliding verkeerd uitpakt, gaat hij op de stip. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Daar staat een speler klaar om in het veld te komen. Maar wie gaat eruit? Hele mooie beweging. Het is, ja, het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa! Die steekbal is gevaarlijk. Ja, dat is natuurlijk een overtreding. Dat ziet mijn moeder ook. Er komen voor beide teams nieuwe spelers op het veld. De speler staat in de baan van het schot. Nu snel eruit komen. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ai, net iets te vroeg gelopen daar. Martin de Roon. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Tegenstander neemt over. Ziet er goed uit, hoor. Oh, dat scheelde niets. Een mooie kans, maar helaas in buitenspelpositie. Zo, dat scheelde niet veel. Zeg, net buitenspel. Anders was het een kansrijke situatie geweest. Zijn ploeg staat voor. Hij wordt eraf gehaald. Omdat hij kennelijk mag gaan uitrusten na zo'n sterke optreden. We gaan straks affluiten voor deze wedstrijd waarbij één ploeg duidelijk de bovenliggende partij is geweest. Komt steeds iets verder. Oh, een kans om te schieten! Het was een goede mogelijkheid, maar ze hebben het goed opgelost. Fluit hij? Nee, hij fluit niet voor die tackle. Nee, het is een voordeelsituatie. Het team kan nu uitbreken. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. Hij schermt de bal af. Goed hoor, dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Dat moet toch lukken, deze bal. Een geweldig staaltje verdedigen. Corner voor het doel gebracht. Een knappe redding van de keeper. Hij moest zich helemaal strekken. Kunnen ze dit snel uitspelen? Bang! Die bal kaatst terug van de paal. Hij legt hem bij de tweede paal. En die bal vliegt binnen. Dat doelpunt gaat niet door. Inderdaad, zie je het. De grensrechter vlacht hem af. Is dat wel zo? Nou, eens even in herhaling kijken of we het duidelijker zien. Ja, het is wel vaak lastig te bepalen, maar deze beslissing lijkt me terecht. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Ze mogen een hoekschop nemen. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Hij komt onder druk te staan. Een kans op een counter. De doelman reageert zoals hij moet doen en pakt de bal.
En dat is een hoekschop. De bal komt voor het doel. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ja, en zo gaat hij er makkelijk in natuurlijk. Nu moet je niet missen. Haha, dat zou een flater zijn. Natuurlijk, hij schiet hem in het open doel. Een 100% kans die hij vanzelfsprekend niet op benut laat. Wat denk je? Zou die doelman misschien niet beter gewoon op de doellijn hebben kunnen blijven staan? Hij had vandaag beter thuis kunnen blijven. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Goed op afstand gehouden. Hij geeft een vrije trap. Hij zorgt een verschrikking voor elke voetballer. Een eigen doelpunt. Oh, wat een ongelukkige golf. Moeten we misschien zeggen, onbenullige actie hier van die verdediger. Ik kan me voorstellen dat hij zich doodschaamt, maar laten we er niet al te lang over doorgaan. Het is natuurlijk ook een kwestie van pech dat zoiets gebeurt. Hopelijk gaat het niet te veel in zijn hoofd zitten, want ja, de wedstrijd gaat door. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.